Vandaag kokosmelk maken. En daar hebben we natuurlijk een hoofdingrediënt voor nodig. Kokosnoot. Het moeilijkste onderdeel vind ik bij het maken van kokosmelk is het pellen van de kokosnoot. Dus dit is een verse kokosnoot, een groene. Dit is een rijpe kokosnoot. Nou, we hebben een rijpe kokosnoot nodig, want die heeft veel vlees. En van dat vlees maak je de melk. Terwijl deze heeft heel weinig vlees en vooral kokoswater. Dus daar kan je niet echt melk van maken. Lekker het vet dat hierin zit. Maar die schil moet er dus af. Maar die is heel taai. Als je nou op de wal doet, hebben ze vaak een stok in de grond. Met een soort bijt er bovenop. Daar zet je hem dan op en dan breek je het er zo af. Maar dat is hier op de boot een beetje lastig. Dus ik heb een bijt op. En een hamer. En we proberen 4 parten ervan te maken. Van de schil dan. Zonder de noot aan de binnenkant beschadigen. En hopelijk kan ik dan de schil eraf krijgen. Kijk, part 1. En de laatste. Zo, we moeten het een beetje goed schoonmaken, want anders krijg je al dat kokosvezel van de schil. Daar kan je mooie tassen, kleren vast van maken, maar dat wil je natuurlijk niet in je eten. Dat is niet zo lekker. Oeh, shit, hij is wel open. Hij ruikt wel goed, dus dat is een goed teken. Kijk, hier, ik ga laten zien. Hier groeit dan het plantje uit. En ik heb net het kleine spruitje wat eruit kwam eraf gesneden. Dus nu zit er een gaatje in. Maar het water ruikt nog lekker. Dus hij ziet er van nog goed als er een gaatje in zit. En tussen heeft hij al lucht bij geweest. En dan stinkt het echt enorm. En dan kan je hem ook niet meer gebruiken. Dus dan doe je dit en dan kan je hem daarna weggooien. Dus ik vang het straks op. Ik pellen en maak hem nog even mooi schoon. En dan het water opvangen. Nou, bij een groene kokosnoot zit er dus heel veel water in. En bij een rijpe kokosnoot zit er nog wel wat water in. Maar echt vrij weinig meestal. Maar er zitten wel nog allemaal voedingsstoffen in. Het is nog steeds wel een beetje lekker. Dus dat vangen we wel op om ook de melk mee te maken. Dat zo min mogelijk watermakerwater en zoveel mogelijk van de kokosnoot zelf kunnen gebruiken. Als er nou helemaal geen water in zit, dan is die eigenlijk vrijwel altijd niet meer goed. Er zit ook een bolletje in. Als we geluk hebben, zit er zo'n lekker snoepje in. Dus zeg maar, als we wat ouder worden, dan begint er een bolletje in te groeien.
voordat het plantje eruit komt. Dus, wie weet. Nou, dat heb ik dus met 3 kokosnoten gedaan. En nu zijn we toe aan het volgende stuk gereedschap. De machete. Maak de achterkant. En dan tikken we hem zo in de rondte. We hopen dat hij een beetje mooi in het midden open splijt. Dat we hem straks mooi kunnen uitraspen. Je moet goed de bak eronder houden. Want ineens, kijk, nu begint hij te barsten. En dan straks komt ineens het water eruit. Ik wil dit natuurlijk graag opvangen. Deze, tadaa, die is zo'n bolletje waar ik het over had. Die zijn echt, super zoet. Echt een snoepje. Het volgende stuk gereedschap is een plankje met erop een speciale kokosnotenrasp. Die hebben we hier op de Iti gekocht. We gaan er zo op zitten. De bak eronder en dan kan je zo de kokosnoot met de binnenkant eroverheen raspen. Wat ook wel leuk is, ieder nootje, iedere kokosnoot, heeft net weer een beetje zijn eigen smaak. Als je 2, 3, 4 kokosnoten openmaakt en je proeft ze na elkaar, dan proef je echt dat ze allemaal anders smaken. Wel leuk. Ik weet niet of de een gewoon langer gerijpt heeft dan de ander of zo. Of er ook verschillende soorten zijn. We rapen ze ook maar gewoon van de grond. Wel grappig, ik wil dat er zoveel verschillende smaken kokosnoot zijn. Dat had ik nooit geweten. Een bakje wat je dan overhoudt, kan je dan nog schoonmaken, schuren. En dan zou je bijvoorbeeld weer notenbakjes of drinkkommetjes van kunnen maken. Nou, deze bak kokosrasp is van 3 kokosnootjes. En er moet een beetje water bij. En dan kan ik hem uitknijpen in zo'n Chinese hoekje. Een hoekje waar dan die een beetje als een soort zeef werkt. En dan hebben we kokosmelk. Met de rasp die je overhoudt, kan je ook koekjes mee bakken of zo. Maar ja, het is zo ontzettend veel. Wij geven meestal het meeste aan de vissen. En als ze zin hebben, bakken van de rest koekjes of doen we wat door het brood of zo. Maar zo. Melk! Als ik niet zeker ben of ik het in één dag opkrijg, zoals dit, want het is nu best wel veel, breng ik het meestal nog even aan de kook. Dat straks in een pot. Want anders is het echt. Na 1 dag of zo gaat hij meestal slecht als je niet kookt. En dan in de pot, dan gaat het meestal nog scheiden. Dus dan heb je onder in het water en boven in het vet. Dus ja, als je dan gewoon melk wil, dan kan je het dan gewoon weer schudden. Maar als je liever echt room wil, dan kan je dan van de bovenkant gewoon de crème eraf scoopen. Goedemorgen, het is 9:30 ochtends. We liggen in Ans-Mayet, Taou. En er komt een kleine onweersbui aan. Roffelt al, we konden vannacht al de bliksem
schicht te zien. Dus we zijn benieuwd of hij nu langs ons heen gaat trekken. Of nog over ons heen komt. Het is een beetje moeilijk in te schatten. Het is het mooie baaitje. Kijk, hier is nog mooi weer. Eros en Sanne. Die zijn net hezen wandelen. Die komen weer terug. En die komen vanaf het eilandje aan de andere kant. Kan Eros lekker los. Er zijn geen mensen, geen andere honden. En dit is de pas naar buiten. De Pacific Inn. Nou, wat denk jij, schat? Gaan we hem krijgen? Vol? Nee. Ik denk dat het ergste langs trekt, maar met zo'n onweersbui weet je, trekt nooit. Ik kan ook zomaar ineens weer de andere kant op trekken. Dat hebben we op de Atlantic wel gehad, dat je gewoon de hele dag in dezelfde bui bleef hangen, omdat hij maar in de weer bleef gaan. En u, meneer? Wat is uw mening hierover? Oh, het komt ontzettend liefst wel lekker koel. Oh, ik hoor het wel een beetje rommelen. Maar dat vind ik niet zo erg. Heb jij een haai gevangen, Eros? Of mislukte het plan? Niet gevangen. Wel proberen te vangen. Nou, het lijkt erop dat het meeste voorbij gaat. Maar er is een heerlijk koud briesje gekomen. Nu lekker afkoelen. Je hoort hem af en toe goed brommen. Nu natuurlijk niet. Zo werkt dat altijd, hè. Heerlijk verkoelend. Met Belfors. Kom ik hier. Oeh! Nou, de honden hebben het echt overgenomen. Oh, jeetje. Maar ik zeg zo druk dat ze meteen gaan vechten samen. Hallo, Tree. Hallo, knapperd. Hallo jongens. Hallo. Hey, hallo. Ja, goed zo. Dit is het huisje van Valerie, zo heet ze. En het is nu oudjaarsdag, maar de hele familie is in de speedboot gestapt en terug naar Okinawa. Oud en nieuw te vieren. Dus wij gaan het helemaal verlaten. En ze hebben gevraagd of we de varkens willen voeren. Kijk. Het zijn duidelijk geen vegetariërs. De vriend van een Blue Marlin. De huiskamer, keuken, slaapkamer aan het water. Hier nog een soort werkhok, opslagplaats, betonmolentje. Gaas. En nog wat oude boten hier. Kruiwagen zonder wiel. Pottenpannen, een bok. Helemaal vol. Zijn ze niet in hun hok? Nee. Nee, ze zijn gewoon losgelaten. Ja. Helemaal vol hier, uit de autootje. Oké. Okay. Nou. Oh.
Levensgevaarlijk, jongens. Oh jee. Je hoort het geluid. Ja. Hallo jongens. Hier, ga jij maar even proberen. Ik ben hier niet zo goed in. En nu zit je alleen wel op de stenen met die bel. Ja, maar dan keert hij ook niet zo terug. Ja, dan heb je wel een punt. Jee, zit er wat in? Ja, er zit wel wat in. Mooi. Kijk eens jongens. Nee, maar bij Chucky mee kregen die varkens altijd die verrotte kokosnoten. Kijk jongens. De twee grote hikken zijn er ook. Oh yeah, baby. Ze hebben in dit dorp met twee huizen ook een kerk. Dan denk je, is dat een grapje? Maar nee, dat is het niet. De kerstboom